Yo guys, welkom terug bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we met werk naar Brussel. Allee, het is eigenlijk morgen. Ja, voor morgen gaan we met werk naar Brussel. En ik ga naar het Instagram Museum. Ik moet om 9 uur in Leuven zijn. Op de trein moet ik zitten, ja, ik weet niet hoe laat dat de trein is. Moeten we naar Brussel Noord, moeten we gaan afstappen. Gaan we in Bel O iets eten, ik weet niet waar dat ligt. En dan gaan we zo door naar toerentaxis voor het Instagram Museum te gaan checken. Er komen sowieso nice foto's de komende maanden op Instagram. Als jullie mijn Instagram niet hebben, ik zet een linkje hier in de beschrijving. Alleen mijn naam zet ik hier in de beschrijving. En jullie kunnen mijn Instagram dan volgen. En ja, mijn TikTok zet ik ook in de beschrijving, want er komen morgen TikToks online. En ja, ik ga misschien stukjes filmen van de trein dat we naar Brussel rijden. Dat ik zo van filmen ga filmen vanaf dat ik hier thuis vertrek. Zo, yo mensen, ik vertrek nu thuis naar Brussel en ben ik alleen naar Leuven. Dan film ik als ik op de bus zit. Ik ga daar een snelheid laten gaan. Dan film ik als ik op de. Als ik aan het station ben. Ik ga waarschijnlijk eventjes naar Starbucks. Een pumpkin spice latte gaan halen. En dan zo door. Hup, naar de KBC. En zo hup naar de trein op. En dan zo iets BLO gaan eten. En ja. Dus wat ik nu ga doen is mijn, ja, ik heb mijn afval gedaan, maar dan ga ik mijn kleren naar boven doen, mijn kabas van de voetbal wegzetten, mijn afvalkleren uithalen en een keer naar de wc gaan, maar dat wil je niet weten. Maar deze week ben ik het werk gesloten. Waarom? Omdat ze aan het verbouwen zijn, dus een nieuwe keuken aan het zetten. Ik zet de pagina van een travak hier in de Facebook, in de beschrijving. En ja, vrijdag moet ik gaan werken in Aarschot. Misschien komt dat ook in de vlog. Dus we gaan met werk naar Brussel. En nu zit hij nog thuis. Want het werk is deze week gesloten, ze gaan verbouwen. De keuken verbouwen. Dus wat doe ik dan? Thuis zitten. Vandaag zat ik thuis, morgen moet ik naar Leuven, om 9 uur moet ik in Leuven zijn aan de KBC om naar Brussel te gaan. Dan woensdag ben ik thuis, alleen moet ik naar mijn thuisbegeleider en zo naar mijn oma. Bij de namiddag ben ik dan thuis. Dan donderdag ben ik thuis, vrijdag moet ik naar Aarschot gaan werken. En op maandag kan ik terug in een travak beginnen. Dus we zien wel wat er gaat gebeuren deze week. En ik ga sowieso wat vloggen voor jullie. Ik denk dat ik zo dadelijk een keer naar de OK ga gaan. Om daar iets te eten te halen. Wat chips of zo. Of wat koeken. Ik weet het nog niet. Maar ik denk dat ik ga gaan, ik weet het nog niet. Maar nu ga ik eerst thuis mijn werkjes oplossen. Allee, ik heb juist de afwas gedaan. Ze biedt mijn kleren doen. En dan ben ik vrij voor de namiddag. Ik ga zien wat ik ga doen. Misschien ga ik een film zien. Suicide Squad of Batman vs Superman. Batman heb ik juist gezien. Ofwel ga ik een paar andere films zien. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Maar nu ga ik, ja, mijn kleren doen, dus naar het wc gaan. Moet jullie niet weten dat ik naar het wc ga, maar ja, ik weet het wel. En dan misschien tv zien, voetbal zien, ik weet het niet. Mijn kleren doen, mijn kabas doen van de voetbal. En terug op mijn kamer zitten. Mijn vuil kleren uithalen. En dan, ja, volgende week. Niet volgende week. Nu zondag is geen voetbal, omdat
Het is een vrij weekend. Het is dus een vrij weekend voor de voetbal. Dat betekent dat het geen voetbal is. En ja, dan heb ik niks te doen op voetbal. Dus wat doe je dan? Dan ga ik een keer naar familie. Ja. En dan de week erachter moet ik al ontbijten in Drielaar. En momenteel is het dinsdagavond rond een uur of 5:30. En ja, ik ben met de trein naar huis gegaan. Voor de eerste keer alleen met de trein naar huis. En het is goed gelukt, want ik ben bij mijn dorp. En ja, vandaag was het echt een leuke dag. Ik heb heel veel foto's getrokken in Brussel, in tour en taxis. Op het Instagram museum, of het Instagrammable museum in tour en taxis hier in Brussel. Bij mij in Brussel, niet bij mij in Brussel, maar in Brussel. Dat is kort bij het Noordstation. En ik zou het zeker doen als ik met jullie was. Het is echt een leuke ervaring. En je kan er een auto gaan zitten. Een Audi Q3 Sportback. En het is echt een leuke auto. Ik heb erin gezeten, ik heb een paar foto's daarmee gemaakt. Met Hugo van de Travac. En met nog een paar andere gasten. Het was echt een leuke ervaring om dat eens te doen. Dus de komende maanden, en starten wij vanavond 8 uur. Dus als deze video online staat, staat die foto ook al eventjes online. Het start om 8 uur en ik ga een foto online zetten. En die komt hier zoiets in beeld. Nadat ik die online gezet, komt die in beeld. Dus ja. Die foto, dat is echt een leuke foto. Ik heb er echt goed op geposeerd. Dat vind ik zelf toch. Ik ga jullie al een voorbeeld geven. H&M. De tip H&M. Is de tip. Dus H&M is de tip. En jullie zien wat jullie ermee doen. Zet deze video op pauze. En denk, zet in de reacties wat jullie denken. Wat ik ga aan hebben op de foto. En het kan ook iets anders zijn dan wat ik nu aan heb. Het kan iets anders zijn, maar ik weet het niet zeker. Het kan hetzelfde zijn. Ik weet het wel, maar jullie weten het nog niet. Zet het onder in de reacties. Zet deze video pauze en zet in de reacties. En ja, zie jullie guys. Zo dadelijk als ik thuis ben. Ik ben op 500 meter om de deur of zo. Dus ik ga eventjes stoppen met vloggen. En mijn kabel van mijn iPhone is de hele tijd uit een broek aan het gaan. Dus ja, ik zie jullie guys zo. Momenteel ben ik thuis in mijn huis. Ik leef buiten in mijn oprit en ja, in mijn voor de weg naar mijn tuin, maar ik ga niet naar mijn tuin. Ik ben naar de stoel moet pakken om naar mijn tuin te geraken en ja. Dus ik ben thuis in mijn huis. Daarachter zie je niet mijn kamer. Ik ben thuis in mijn huis. Ja, ik heb net iets lekker gegeten. Spinazie met aardappelen en boomsammetje. Heel lekker. En ja, ik ben al eventjes thuis. Ik moest met de trein van Leuven naar Vertrijk. En dat was wel een. Het was voor de eerste keer dat ik dat alleen deed. En ik heb het goed kunnen. Dus ja, de volgende keer kan ik dat terug doen. Maar ik had wel eventjes mijn trein. Mijn eerste trein die ik kon nemen, die kwam niet opdagen, omdat rijdt vandaag niet. Dus dat was eventjes moeilijk voor mij, om dat te weten, welke trein dat er ging opdagen. Dan had ik om 4:45 had ik een trein naar huis. Oké. Okay. 4:50 kon die trein opdagen. Dat is zo'n S9 trein. Hier in België is dat zo met S9, S10 en ja, P-treinen en zo, IC-treinen. Dus dat is eigenlijk een S9-trein, een speciale trein uit Brussel komt, richting Landen. En ja, die trein van Landen, die kwam dan opdagen om 4:50.
En die heb ik dan genomen naar huis. En een kwartiertje later was ik in Wertrijk, aan het station in Wertrijk. Dus ik ben om 8 uur, om 10 nacht heb ik deze morgen de bus genomen naar Leuven. En om kwart voor zes was ik thuis. Ben ik direct aan het eten begonnen, want ik had honger. En dan heb ik iets gegeten en nu komt mijn vader naar huis. Dus ga ik zijn eten opwarmen, ze weet. En ga ik boven naar mijn kamer een foto op Instagram gaan plaatsen. En in plaats van 8 uur komt het om 7 uur online, denk ik, de foto. Ik weet het nog niet. Ik denk dat ik hem gewoon om 8 uur online ga plaatsen. En dan een plaatje hier in de video gaan zetten. Of waarschijnlijk hebben jullie hem al wel gezien, mijn foto. En ik wil jullie guys een prettige nacht wensen. Een goede nacht wensen. Maar ik kom nog terug, ze weet. Als ik aan het editen ben, waarschijnlijk of zo. Ja. En het is nu donderdag in de ochtend. Ik weet dus niet hoe laat het is. Ik heb mijn andere gsm niet bij. Ik zal eens zien. Ja, ik zal ze iets van zien hoe laat dat is. Maar het is toch al iets van 7:30 of zo. Of 7:45 denk ik. Dus ja. Het is 7:45 en hondjes zijn hier aan het eten, ze. Allee, Rocky en Laka. Laka en Roes. Laka en Roes zijn aan het eten. Die namen. En ik heb hier chocomelk gemaakt. Dus ja, ik ga vandaag niet veel doen, denk ik. Ik ga zijn zolder leegmaken, denk ik, dat moet doen. En dan ben ik vrij voor de rest van de weg. Dan ga ik heel erg editen. Het is editdag vandaag voor mij. Ja, want ik heb vrij of werk. Dus dan wordt het editdag. Ja, mijn kamer brandt het licht zo nog zitten zien. Ik ga dat een beetje laten doen. Dat ik naar boven ga. Ik ga zo dadelijk naar boven. Eerst naar de wc en dan ga ik naar boven. Ik ga mijn licht uitdoen op mijn kamer. Maar ik wil jullie iets vertellen. Mijn gisteren. Van 7:15 tot nu. Deze morgen 6:30 aan het slapen. Als even slapen. Dit echt wel deugd. Want ik lag zo in mijn bed. Ik zeg zo, ik ga niet slapen, want ik moet mijn medicatie opnemen. Ik heb het dan niet kunnen nemen omdat ik in slaap ben gevallen. Om 12 uur was ik wakker geworden. Ik dacht, ik moet nog sturen naar Priscilla of naar Sabrina. Naar Sabrina en Priscilla. Voor een goed nacht, maar ik heb dat nog niet gedaan. Omdat die waren waarschijnlijk ook aan het slapen. En tegen dan moet ik wel. Ik ben gewoon terug in slaap gevallen. Ik had zo'n kramp in mijn benen, ik kon niet meer uit bed zo. Ik weet niet hoe dat kwam. Maar ik kreeg een kramp in mijn benen vanavond. En ja. Heb ik eventjes aan jullie uitleggen. En ik zie jullie guys weer terug in een nieuwe video. Een nieuw stukje. Ik ga subiet de vlog afsluiten, dus ja. Ik hoop dat jullie gekeken hebben de hele tijd. Leuk dat je keek naar mijn nieuwe vlog. Die komt vandaag of morgen online. En ja, dat is echt. Dat je kijkt, staat die online. Die komt waarschijnlijk op maandag. Ja, maandag. Ik weet niet hoeveel oktober dat dan zijn. Komt die online. En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Smash dan zeker die like button. Abonneer en reageer als je deze video leuk vond. En ja. Over naar de volgende video.